zijn entree was zo. Toen, Joost Vullings, mijn collega, die zat toen te vertellen. Ik bedoel, hij ondersteunt de... Ik word even hardhandig. Een hele harde klap op je. Ja, de demissionair premier, ja, ik zag het. Intimidatie, maar... ja, dus dat je denkt van, hey, iedereen best wel somber. Hij kwam met zijn vrolijkste gezicht binnen. Hi, hi. En toen hij wegging, was best een pittig interview ook over waarom die formatie zo moeizaam verloopt en waarom toch niet met de PvdA en GroenLinks die zich nog steeds aandienen. En aan het eind van het interview was dit Rutte. Dank voor het hier aanschuiven, meneer Rutte. Leuk. En succes de komende dagen met de algemene politieke beschouwingen. Ja. Zo kwam hij dus. Ja, en dan loopt hij dus weg en dan loopt hij meteen naar de televisie. Die zat in de gang en toen deed hij zo. Hey. Demissionaire premier. Ja, dag meneer Rutte. Goedemiddag. Zo opgewekt en monter als u binnenkomt. Sorry. Ja. Was dit een... ja, daar kunt u niks aan doen, hè? Negatief. Nee. Nee, hij kan niet negatief zijn. En toen tijdens dat interview, ook weer een lastig interview, ging Wopke Hoekstra weg. Ja, hey. Dank u wel voor de komst. Hoi. Maar gaat u verder? Gaat u verder en dan weer verder. Kijk, maar wat zegt dit? Nou ja, kijk, wij hebben het allemaal over de problemen en hij doet alsof ze niet zijn. En hij doet zeker alsof hij niet... Kijk, ik weet niet, dus in de analyses denk je op een gegeven moment... Mark Rutte is misschien wel zelf het probleem op dit moment. Want hij heeft 10 jaar lang geregeerd en is hij veel geprezen. Doordat iedereen zei, ja, je kan met iedereen samenwerken en iedereen tevreden houden. En je geeft dus daar wat geld aan en daar wat geld aan en dan is die tevreden. Goeie maar de andere politici zijn daarop uitgekeken. Dat is op 1 april gebleken en dat houdt nu nog steeds de formatie in gijzeling. Ja, ja. Maar wat zegt het over hem dat hij zich op deze manier opstelt? Hij kan goed relativeren. Ja, is dat het? Of is het niet ook zijn kracht? Het is ook een kracht, ja. Maar de vraag is of het niet sleets is na 11 jaar aan de macht, zeg maar. En wat ik denk wel echt een kracht is, is dat hij gewoon... hij gaat elke avond rustig slapen en dan denkt de volgende dag... drukke agenda, allemaal leuke dingen. Zoals hij net zegt, het is een nieuwe zaal in de Tweede Kamer. Leuk om hier weer eens te zijn. Mevrouw Simons, hoe kijkt u ernaar?